Ja, Dirk Veenstra op de beurs. Ja, Dirk, het was al een gelopen race. Waarom heeft hij het nou toch zo lang volgehouden? Nou ja, hij wilde proberen natuurlijk een spaak in het wiel te steken van die Belgen. Zijn bod van John de Mol begon op 14 juni. En dat was 2 dagen voor het aflopen van het bod van de Belgen. Dus ja, hij had er nog een poging kunnen doen. Maar het was op die 16 juni, 2 dagen dus na het uitbrengen van het bod van Talpa, was dat duidelijk dat het bod zou gaan mislukken. Want toen meldde Mediahuis dat ze hun bod gestand zouden doen. Want er was al meer dan 61% bij de Belgen aangemeld. Dus het was toen eigenlijk al voorbij. Maar goed, het bod van John de Mol liep zo'n 8 weken. Liep dus gisteravond af. Nou, gisteravond formeel inderdaad maak je dan bekend dat je het bod niet gestand doet. Want je haalt niet de voorwaarden. De voorwaarde was, ik wil 50% of meer van de aandelen TMG in handen krijgen. Nou, dat was dus inderdaad al niet gelukt. Dus hij ziet er nu vanaf. De 1,3% die hij dus erbij gekocht had, voorwaardelijk, sinds met zijn eigen bod, gaan nu terug naar de aanbieders. Die mensen hebben pech, die krijgen er nu dus minder voor zometeen op de beurs. Of misschien de 6 euro inderdaad die Mediahuis voor bereid was te betalen. Maar let op, John houdt zijn belang dus voorlopig aan van die 29 en nog wel een beetje procent. Want hij heeft nog steeds een hele grote vinger in de pap bij TMG. Kan dwars liggen bij moeilijke besluiten. Kan als TMG het bedrijf van de beurs wil halen, ligt hij dus ook dwars. Moet hij worden uitgekocht. Dus hij kan hier nog steeds aan verdienen. Ja, maar toch, wat moet je er dan? Als je zegt, ik hoef dat bedrijf niet meer, ik staak de strijd. En dan hou je 29,16% van de aandelen. Hij heeft daarmee een vinger in de pap bij TMG. Kan inderdaad goede deals sluiten. Kan misschien een paar onderdelen misschien kopen. Let op, het hangt ook af wat Mediahuis wil. Als Mediahuis dit accepteert, ja, dan kan het eeuwig zo door blijven gaan. Maar Mediahuis wil misschien geen pottenkijkers zoals van de beurs. Die wil zeggen, van ik ga het bedrijf van de beurs halen. Nou, dan komt er weer eigenlijk een overnamepremie aan. Want Mediahuis moet daar dus voor betalen. Dat bedrag kan de Mol natuurlijk dan op zijn bankrekening gaan schrijven. Dus het is geen slechte investering voor de Mol. Hij houdt voorlopig invloed. Hij kan misschien daar nog ook iets mee doen. Hij kan misschien bedrijfsonderdelen inderdaad toegeschoven krijgen om zijn eigen Talpa holding te versterken. Dat gaan we allemaal zien. Let wel, ik denk dat er een beurs-exit gaat komen voor TMG. En dan zal er ook voor betaald moeten worden. Dus laat John de Mol maar even rustig zitten. Daar gaat u nog prima aan verdienen.